zitten gluten in. En in deze zag ik zitten geen gluten. Maar die hebben wel zo'n beetje dezelfde smaak. En dit is dus van Red Band, de Juicy Bites. De Juicy Bites. En dit is natuurlijk het juicy gedeelte. Jeetje, wat waait het hard. Smaak aardbeien. Het zijn af en toe echt van die windvlagen.
mensen zijn die dit wel echt heel erg lekker vinden. Maar ik niet. Dus ik ga deze dichten. Ga ik denk ik aan iemand anders geven. Mijn ouders of zo. Misschien vinden die het wel heel lekker. Echt, nee. Ja, en nu? Oh ja, deze kreeg ik ook gratis. Deze heb ik al een paar keer volgens mij gratis gekregen bij de Jumbo. Bij de boodschappenbestelling. De Bonduelle.
is ook een pakje van Koopmans. Koopmans glutenvrije pannenkoekenmix. Ja, gewoon heel erg lekker. Ik hoef zelf niet glutenvrij te eten, maar ik vind het net zo lekker. Deze soep. Boontjes, gesneden boontjes, appelmoes, oh, bruine bonen. Bruine bonen had ik ook nog gekocht. En ik eet eigenlijk niet zo heel veel appelmoes, maar mijn man vindt het wel lekker bij het eten. Soms drapeert hij al zijn groenten met appelmoes, zodat hij het lekkerder vindt om te eten. Dan zeg ik altijd, ben je weer mijn maaltijd aan het verpesten, mijn culinaire standje. Maar niet heus. Nee hoor, ik ben echt super makkelijk met koken. Dat is echt. Ik ga dadelijk trouwens lekker verse soep maken. Dat wel. Want ik ben vandaag natuurlijk vrij. En dan, dan vind ik het nog enigszins wel leuk om zo'n soepje te maken. Omdat ik die soep ook gewoon echt heel erg lekker vind. Daar kan ik me echt op verheugen vanavond. Zakje met een pakje met Senseo cappuccino petjes.
systeem ooit. Eerder je eens een keer één glas bij elkaar hebt gespaard. Ben je 20 jaar verder. Daar ben ik mee gestopt. En ik had ook nog deze besteld. De Eat Natural. Stop.